weer bij een nieuwe Bloomberg video, jongens. Ik ga vandaag beginnen bij de spanner. Ik wil even level 30 raken. Ik ben volgens mij nog steeds van mening dat eigenlijk niemand weet dat dit bestaat. Zowel de Jesse-fan als Jesse niet. En kijk dan nog wat ik hier... Oh, maar goed. Ik heb ook pijlen trouwens nodig. Dat is eigenlijk wel handig dat ik hier gelijk naar beneden ga. En ik heb allemaal heel veel troep bij me. Dat is eigenlijk niet helemaal handig. Zullen we kijken of we hier een kippetje uit kunnen krijgen? Boom, boom, boom. Nee. Maar we gaan vandaag even kijken of we de laatste puntjes kunnen fixen in Bloomberg. Kijk, ik krijg hier al gelijk XP. Oh, dit is echt... Dit is serieus het allerleukste om te doen. Ik zou het heel graag jullie gunnen om één keer hier te staan en al die XP te pakken. Oh mijn god, het zijn er zoveel. Ik heb zo lang gewacht hier. Oh mijn god. 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 Jongens. Ik zit al op level 26. Het stopt ook gewoon niet. 27. Oh mijn god. Zit er al iets leuks in? Eigenlijk moeten wij ook weer even naar de Nether gaan, jongens. Want wij willen natuurlijk wel een keer full Netherite armor. En ik heb alleen nog maar een Netherite chestplate. Die trouwens die ik niet eens aan heb. Ik weet niet waarom ik die niet aan heb. Zo, ampetampetee. Oh my god. Oh my god, is dit genoeg? Zagen jullie dat balkje omhoog gaan? Oh, kom op. Oh, ik moet er nog een paar. Ik heb ook gewoon nog geen één enchanted bow of iets gekregen. Dat vind ik dan toch wel weer een beetje zielig. Je kan toch normaal ook allemaal wortels krijgen van skeletons en zo. Hoppa. Oké, we zijn level up. Mooi. Nemen we dat ook weer mee. Dan gaan we eens even kijken hoe het ervoor staat met Bloomberg, jongens. Even kijken. Hello, go. Wat? Wat is hier gebeurd? Heb jij dit gedaan? Heb jij dit gedaan? Heb jij dit? Maar jongens. Torben, als je dit leeft, geef Jesse Bloomberg terug. Of ik blaas alles op. Noep. Groetjes, Jesse en alle grootste fan. Oh, nee. Oh, die grote fan blijft alles doen. Het is dus niet Jesse. Het is niet Jesse die dit allemaal heeft lopen doen. Het is dus gewoon... Oh, het is die fan. En die heeft gewoon mijn hele muur opgeblazen, gek. Nee, dat meen je niet. Nee. Oh, hoe gaat het met de dieren? Zijn die wel allemaal een beetje vers? Met Snicker gaat het goed. Met de baby gaat het goed. En met Snuffy? Huh? Waar is Snuffy? Dit is een andere baby die groot is geworden. Waar? Waar is Snuffy? Nee, heeft hij nou ook Snuffy gehad? Dit meen je niet. Wacht even. Wat ben jij hier aan het doen? Krijg je... Heb je iets neergelegd? Oeh, oké. We kunnen misschien dadelijk nog een baby maken. Maar waar... Snicker! Waar is Snuffy? Hè? Nee, jongens. Dit is niet de bedoeling. Waar is Snuffy? Is hij gewoon hier met een ontploffing ontsnapt? Dit ga je niet menen. Dit is mijn huisdier. Waar? Nou, dit vind ik niet. Ik ga nu gelijk alles bij Jesse checken. Want het zal wel weer volledig bij Jesse staan. Huh? Oh mijn god. Jongens. Jesse, je bent de grootste noep ooit. Laat door met rust of ik sloop je hele huis. Groetjes, Storm, zijn grootste fan. PS, ik heb Toby ontwikkeld. Hey jongens, jullie weten toch in de vorige video dat ik in een boek heb gevraagd of een fan van mij... Jesse kon gaan saboteren. Nou, dat is gelukt blijkbaar. Oh, dat vind ik dan toch wel weer fijn. Maar het... Nou voel ik me schuldig. Want Jesse doet het niet. Dit is een strijd tussen fans. Hè? Maar hier... Ja, hier is geen Snuffy. Ik hoor hem ook niet. Waar zou Snuffy zijn dan? Ik weet het niet. Ik ga in ieder geval even mijn betere chestplate pakken. Ik begin het allemaal een beetje eng te vinden. Ik ga mijn goede chestplate ga ik even aanzetten. Nou, ik begrijp er echt helemaal niks van, jongens. Oh, dan zul je zien dat hij weer allemaal dingen heeft gejat uit mijn kelder, of niet? Dat lijkt het dan toch nog niet op. Dan gaan we even naar binnen. Okay, is hier iemand geweest? Ik moet mijn ding ook echt nog steeds een keer fixen, mijn kelder, mijn kluis. Hier dan. Oké, waar is mijn chestplate? Oh, mag ik naar beneden? Ja, dank. Oh, ja, dankjewel. Netherite chestplate. Boom, die gaan we aanzetten, want ik vertrouw het allemaal niet meer. Zo, dan doen we deze even hierin terugleggen. Oh, het zal weer. Er staan weer bochtjes. Jongens, hahaha. Jij bent Snuffy kwijt, zeker. Hahaha. Denk maar eens goed na waar Snuffy kan zijn. Puntje, puntje.
Je hebt ooit Jesse opgesloten, weet je nog? Ja, in de kerker. Dat zou ik nooit meer doen als ik jou was. Ik ga zeker nu allemaal dingen krijgen, omdat ik allemaal pranks op Jesse heb uitgehaald en heb Jesse opgesloten. En dan ga ik alleen maar karma voor krijgen. Oh, ik word er toch niet goed van. Maar, wacht even, hè. Zou dat betekenen dat Snuffy in de kerker zit opgesloten? Dat zou het wel heel dom zijn, want ik weet waar de kerker is. Dat vind ik raar. Ja, er is in ieder geval niks gejat deze keer. Dat is fijn. Oké, weet je, ik ga even hier een blokje opzetten. We gaan even luisteren door, maar ik ga naar de kerker dan, denk ik. Zou Snuffy echt in de kerker zijn? Wat denken jullie? Ik weet het niet. Ik ga er gewoon even kijken. Trouwens, wat is er met deze boom? Waar komt deze roze boom vandaan ook, jongens? Ik begrijp er echt helemaal niks van. Staan er ook ergens nog meer bordjes? Hebben wij nog meer informatie? Hier, mijn paard! Mijn paard is ook weer losgelaten. Hè? Ik begrijp er helemaal niks van, jongen. Is mijn huis? Mijn huis is ook nog steeds met rode stukjes. Nou. Oké, kom. Jou neem ik even mee. En jou ga ik even veilig opsluiten. Of nou, opsluiten is misschien niet het goede woord. Kan jij hierin? Oké, top. Dan laat ik dit paard even hier. Die kunnen we ook nog een keer een naam geven. Mocht je een leuke naam hebben voor mijn paard. Laat het dan zeker even weten in de reacties. Oh, mijn hele muur, jongens. Oh, hoe kan dat nou? Nou, dan gaan we naar de kerker, hè? Die is daarboven. En ik moet zeggen... Oh, ik zie zo'n spinnenwebben. Ja, er is al super lang niemand geweest. Oh, oh, oh. Nou, daar zijn we. Met allemaal spinnenwebben. Oh, nee. Zit hier eigenlijk nog iets boeiends in? Nou, niet bepaald. Zou Snuffy hier zijn? Ik hoor een paard. Ja, ik hoor een Snuffy! Snuffy! Nee! Is dit Snuffy? Dit moet Snuffy zijn. Oh mijn god! Wie heeft die fan dit gedaan? Nee, dat meen je toch niet. Hoe ga ik? Ik heb geen touw bij. Ik kan hem nog helemaal niet uithalen. Nee, oh, Snuffy! Kan ik even naar hem toe komen? Oh, hij is ook aan het janken. Is het Snuffy? Ik kan het niet zien. Ik kan niet zien of het Snuffy is. Snuffy! Nee! Hoe ga ik hem hier ooit uithalen? Hij is zo groot. Hoe gaan wij Snuffy hier uithalen, jongens? Oké, weet je, ik ga gewoon doen alsof ik hier nog niet ben geweest. En dat kan niet, want dat blokje is zeker gevallen. Ja. Oké, wacht, we doen dit even weg. Ik wil nog niet de fan laten weten dat ik dit heb gevonden, namelijk. Wij moeten een plan bedenken hoe ik Snuffy hier veilig uit kan halen. Als jullie een goed plan hebben, hoe kan ik Snuffy hier veilig en levend uithalen zonder dat hij in het lava valt? Laat het nu weten in de reacties. Ik heb jouw hulp nodig. Misschien mag jij zelfs helpen om Snuffy eruit te halen. Want ik durf het niet alleen te doen. Maar ik heb hem gevonden. Daar ben ik al heel erg blij mee. Dit is nog mijn oude kist. Ook met allemaal poep. Hier was mijn oude chestkamer volgens mij nog. Met een anvil en nog een kist. 2 smitting armors. Een gouden appel. Potion en een... Is dit van mij? Heb ik dit hier gewoon laten staan, jongens? Dat moet wel. Huh. Nou, fijn. Oké, dat gaan we even naar mijn kluis brengen. Dat is dan vandaag de enige meevaller, jongens. Ik vind het maar een hele rare dag. Oké, ik ga deze ding even gewoon veilig in mijn kluis opbergen. En dan gaan we even samen een plan bedenken hoe ik Snuffy hier veilig uithaal. Ik ben in ieder geval heel erg blij dat ik hem heb gevonden. Dat niet gewoon nog eeuwenlang gaat duren. Oh, dit is ook zoveel werk om te repareren, hè? Weten jullie hoe lang ik over deze muur heb gedaan? Ja, echt. Echt heel lang. Maar ja, kunnen we dit tegen doen? Nee, nee, zeker niet. Dan gaan we hier naar beneden. Tjoem, 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 tjoem. Oh, mag ik? Auw, dank je. Die, boom. En dan gaan we het gelijk even veilig zetten. Want ik zie het al wel weer gebeuren. Alhoewel, het staat er niet eens veilig. Want die fan weet dat hier alles van mij ligt. Maar ja, ik heb geen keus, jongens. Ik heb gewoon 4 armor trims. Die boeken moeten ergens anders. Die boeken moeten hier. Oké, top. Dan gaan we even naar boven. Gaan we kijken of de andere sniffers nog iets hebben neergelegd. Dat we nog een kind kunnen maken. Misschien moet ik mijn deuren van mijn huis ooit ook een keer dichtmaken. Eens even kijken. Hebben jullie toevallig... Ja, jullie hebben... Ja, we kunnen weer een kind maken, jongens. We kunnen weer een kindje maken. Even kijken. We willen zoveel mogelijk sniffers. Boom. En boom. Snikker en
nameloze sniffer gaan nu even gezellig een kindje maken. Kijk, appetee. En dan krijg jij er een broertje bij. Nou, is dat toch even fijn? En dan gaan we dit maar ook gewoon gelijk even allemaal doen. Want ik heb eten nodig. Die beetroot, daar heb ik nog steeds helemaal niks aan. Er is heel veel brood, dat weet ik wel. Tjoep, tjoep, tjoep. Plant het ook gelijk even terug. Zo. Het zou leuk zijn als je eigenlijk in Minecraft ook een broodje ham of een broodje kaas gewoon kan doen. Maar ja, zover zijn ze helaas nog niet. Het is gewoon droog brood. Niet lekker. Maar ja, het is eenmaal brood. Zo, dat moet in principe wel even genoeg zijn, vind ik, voor nu. Oh, jullie zijn weer allemaal aan het miepen. Die XP wil ik hebben. Ja, jongens. Ik ga de video afsluiten. We moeten die muur gaan fixen. En kijken hoe we ze er weer uit halen. Laat weten hoe we dat gaan doen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer, jongens. Later.